De Kruisstraat in Eindhoven. Op klaarlichte dag, om 11:45, vond hier gisteren een wildwesttafereel plaats. Het was druk, omdat velen een lunchwandeling maakten. 4 overvallers, met bivakmuts op, blokkeerden de straat met dit busje. 3 mannen met wapens stapten bij juwelierszaak Golden Image binnen en een 4e man stond met een machinegeweer op de uitkijk. Met wapen, een klein automatisch wapen en zo met, tegen iedereen dat ze willen naartoe gaan. Wat riep hij dan? Ja, ik zeg, ik kan hem niet goed begrijpen, maar gewoon back up, ga maar, weg. Zo was heel agressief. Het winkelend publiek was doodsbang, net als het personeel in de winkels. Toch verscheen op Twitter deze foto. Een van de overvallers richt zijn machinegeweer op de straat. 1 winkelier keek op een paar meter afstand recht in de loop van het wapen. Velen gingen plat op de grond liggen of renden een winkel in. Het gesprek van de dag, heb je gehoord wat er gisteren is gebeurd? Iedereen begint erover, oud, jong. Ja, iedereen heeft daar gewoon wel last van. Dus. 3 mannen overvielen ondertussen de juwelierszaak. Het glas van de vitrines werd stuk geslagen. Daarna vluchtten ze op 2 scooters die ze iets verderop achterlieten. Ze gingen verder in een zwarte auto. De rolluiken zijn nu gesloten, maar een uur geleden sprak ik nog met de eigenaresse en ze maakte een zeer aangeslagen indruk. Zeker ook als je bedenkt dat ze in 2009 ook al het slachtoffer waren van een overval. En toen raakte de eigenaar zwaar gewond. En ze weten dan ook niet of ze nog wel verder willen gaan met de juwelierszaak. Er is bij de overval niet geschoten en er zijn geen gewonden gevallen. Wat de overvallers hebben buitgemaakt is niet bekend.